Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We kijken naar de satellietfoto van kwart voor tien vanochtend. Op veel plaatsen in ons land is het op dat moment zonnig. Een paar wolkenvelden drijven over de Noordzee en die zijn inmiddels vooral over het noorden en oosten van ons land getrokken. Daar is het dus wat minder zonnig, in het zuiden wel flink wat zon. We hebben te maken met een hoge drukgebied, dat ligt ten zuidwesten van ons land. En rond dat hoge drukgebied trekken wolkenvelden met name over de Britse eilanden en over Denemarken ten noorden van ons land langs. Als we dan naar het plaatje voor vanavond gaan kijken, dan zien we net als vandaag overdag dat er gewoon brede opklaringen zijn. Nog wat wolken in het oosten en noordoosten van het land, maar die trekken geleidelijk aan weg. En in de loop van de avond wordt het dan ook op de meeste plaatsen helder. Overwege de avond is het een graad of 14 komende nacht dan koelt het verder af naar zo'n 7 tot plaatselijk 5 graden en in het binnenland kan het opnieuw op veel plaatsen nevelig of mistig worden en ook lokaal kan het dichte mist zijn met een zicht van minder dan 200 meter. De wind stelt weinig voor, voor de rest dus brede opklaringen, overal droog. Morgen overdag kan het in eerste instantie even duren voordat de nevel en mist overal zijn opgelost. Maar uiteindelijk schijnt overal de zon flink. In de loop van de dag ontstaan een paar stapelwolken, maar blijft overal droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten wordt het zo'n 17 of 18 graden in het noorden van het land en 19 of 20 in het midden en zuiden. Kijken we dan naar de dagen daarna, dan zien we dat op de zondag het weerbeeld er ook heel fraai uitziet. Flinke zonnige periode, wel wat meer stapelwolken dan op de zaterdag. Maar ook dan blijft het droog, het wordt zo'n 19 tot plaatselijk 23 graden. Op maandag kan in de loop van de dag er wat meer bevolking komen vanuit het zuidoosten. Er valt hem heel misschien een enkele bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt een graad of 23 bij een zuidoostenwind. En de dinsdag die ziet er echt zeer fraai uit met zomerse temperaturen van 23 tot 26. En plaatselijk zelfs 27 of misschien zelfs 28 graden. En dat bij een matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Veel zon, laat op de avond is misschien in het zuiden een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Als we dan naar de temperatuurgrafiek voor de komende 15 dagen gaan kijken, dan zien we ook die sterke toename in temperaturen in de eerste helft van de periode. De hoogste temperaturen waarschijnlijk volgende week woensdag, zelfs ruim boven de 25 graden, maar daarna gaat het weer langzaam wat omlaag. Dan krijgen we weer kans op buien en wat minder zon. De middagtemperatuur ligt dan rond een graad of 18. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.